Waarom zien we zo vaak gezichten in doodgewone dingen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Er is iets bijzonders aan de hand met tosti's, lijkt het wel. Er is een tijdje geleden is er ontzettend veel geld geboden door een casino op een tosti waarin de afbeelding van Maria zou staan. Hier zien jullie die tosti, zien jullie de afbeelding van Maria? Als je goed kijkt. Heel veel geld voorgeboden door een casino, want het zou geluk brengen enzovoort. Ik sprak net al in meervoud over tosti's. We hebben namelijk ook vorig jaar is de Ig Nobelprijs, dat zijn die wetenschappelijke prijzen die gegeven worden, niet de echte Nobelprijs, maar de Ig Nobelprijs die gegeven wordt voor wetenschappelijk onderzoek wat een betekenis heeft, maar ook iets grappigs heeft. En de Ig Nobelprijs, een van de Ig Nobelprijzen vorig jaar, is naar een team gegaan van Canadezen en Chinezen die onderzoek deden naar tosti's met de afbeelding van Jezus erin. Ziet u hem hier ook? Nou, kun je je afvragen, is er iets speciaals aan de hand met tosti's? Ik denk het niet. En dat is eigenlijk meteen de kern van mijn verhaal. Er is niks speciaals aan de hand met tosti's. Er is iets speciaals aan de hand met ons brein, waarmee wij naar deze tosti's kijken. Want er staat niet Maria in die tosti, er staat niet Jezus in die tosti. Nee, wij kijken naar die tosti met een brein, wat dat meteen probeert te interpreteren en wat meteen een gezicht herkent. Gezichten zijn voor ons van cruciaal belang. Terwijl ik nu zo de zaal in kijk en naar jullie gezichten allemaal kijk, vorm ik mij meteen een oordeel op grond van de gezichten die ik zie. En voor ons systeem is het zo belangrijk, die verschillende gezichten, dat het erop lijkt alsof het systeem, ons brein, liever de fout maakt om een gezicht te zien waar het eigenlijk niet is, dan om een gezicht te missen. Andere mensen om ons heen zijn zo belangrijk voor ons als sociale wezens om te overleven, dat we ze meteen moeten herkennen. Ik moet herkennen wie het is, dat is één. En ik moet herkennen gelaatsuitdrukkingen. Wat is iemand boos? Is iemand angstig? Is iemand blij? Is superbelangrijk. En ons brein lijkt daar heel goed op ingesteld te zijn. Zo goed dat we dus gezichten zien die er helemaal niet zijn. Die fout zijn we bereid te maken. Bananen. Zien jullie het gezicht? Dit is gewoon een banaan, maar in het vlekje in de banaan zijn we geneigd een gezicht te zien. Ik kan het nog mooier maken. We zien ook emoties in gezichten. Als u de volgende gezichten bekijkt, dan zien jullie daar een huis. Waar als je goed kijkt, zie je een gezicht in die kerk. Ik zie, ja, dit klinkt een beetje gek, ik zie een lachend vliegtuig. Ik zie een verrekijker, wat wel een gezicht lijkt te zijn. Een kopje koffie waar een gezicht in zien. We zien overal gezichten. En nogmaals, dat is ook heel belangrijk dat we dat doen. Die emoties, dat tweede deel, die gelaatsuitdrukking op die gezichten, die zien we ook heel snel. En een prachtig voorbeeld daarvan vind ik de volgende stopcontactjes. Zijn jullie het met mij eens dat de stopcontactjes links bozer kijken dan de stopcontactjes rechts? Maar het gekke is, we weten dat het stopcontactjes zijn, maar ons brein heeft maar zo weinig input nodig. Zodra het striptekenaars weten dat ook, als wenkbrauwen eventjes zo staan, dan lijkt een gezicht meteen boos. Precies, lijkt het meteen boos. Als het zo staat, de wenkbrauwen, dan lijkt het meer verbaasd. We hebben maar heel weinig input nodig om daar qua gezicht meteen betekenis aan te geven. Nou, hoe werkt dat precies? Daar is heel veel onderzoek naar gedaan van hoe het waarnemen van gezichten precies gaat. En eigenlijk gebeuren er twee dingen tegelijkertijd. Aan de ene kant, als ik naar een gezicht kijk, als ik naar een gezicht van een van jullie kijk, dan komt die informatie, die komt via mijn ogen, mijn brein binnen. En ik wil daar natuurlijk, ja, ik herken onderdelen. Ik herken lijnen, ik herken een neus, ik herken oren enzovoort. Die input, die komt binnen. Dat noemen we eigenlijk bottom-up, van de bodem. Komt die input komt binnen. Tegelijkertijd probeer ik van bovenaf jou te herkennen. Ik heb een heleboel gezichten in mijn hoofd. En ik probeer de input die binnenkomt, probeer ik te matchen met dat gezicht wat ik al in mijn hoofd heb zitten. Nou, dat noemen we top-down. Ik heb het gezicht van mijn vader heb ik ergens in mijn hoofd. En op het moment dat ik mijn vader zie, komt er dus input binnen. Het gezicht van mijn vader, zijn neus, zijn oren enzovoort, dat komt binnen in mijn brein. En dat wordt ergens gematcht
aan, hé, hey, daar heb je mijn vader, daar heb je Klaas. Dat is het top-down gedeelte, dat moet bij elkaar komen. Nou, dat is heel interessant, want dat top-down gedeelte, dat is dat je een gezicht eigenlijk als geheel gaat zien. Dat het meer is dan de losse oren of de losse neus enzovoort. En op de volgende afbeelding zien jullie ook, als jullie naar dit plaatje kijken, het is heel interessant, deze meneer, die kijkt rechtdoor en die kijkt naar links tegelijkertijd. Mee eens? Die doet dat beide tegelijkertijd. Maar het bijzondere is dat je kan met je brein dat niet tegelijkertijd zien. Je ziet hem of naar links kijken of rechtdoor kijken. Je ziet hier trouwens ook weer dat je maar heel weinig input nodig hebt om er in ieder geval voor jezelf een heel gezicht van te maken. Maar je construeert het of op de ene manier of op de andere manier. Dat is dat top-down proces. Nou, we weten dat er verschillende onderdelen in ons brein die zijn betrokken bij het kijken naar die gezichten. We hebben zelfs speciale gebieden in ons brein die daar helemaal op gericht lijken te zijn. We hebben de fusiform face area, een apart gezichtengebied, denken we, wat in ieder geval heel veel met gezichten te maken heeft. Dat zit hier zo achter, onderin het brein. En die lijkt vooral een rol te spelen bij dat gezicht te kijken als geheel. Bij van de losse kenmerken van een gezicht een geheel gezicht te maken. En ik ga het daar straks ook nog even over hebben. Maar je hebt mensen die een bepaalde afwijking hebben, bijvoorbeeld in dat systeem, in netwerken die daarmee te maken hebben in het brein. Prosopagnosia heet dat. Dat is een aandoening waarbij je ook gezichten niet kan herkennen. Waar je dus de ander die op je afkomt niet herkent. Dat je in de spiegel kijkt, dat je je eigen gezicht niet herkent. Dat is gewoon omdat dat element in het brein wat dat construeert dan beschadigd is geraakt. Nou, aan de ene kant hebben we dus die bottom-up en die top-down processen die een rol spelen. Aan de andere kant hebben we in gezichten statische informatie, gewoon de structuur van je gezicht. En we hebben dynamische informatie. We kunnen emoties uiten met ons gezicht. En dat zien we ook op een of andere manier zien we dat te koppelen in ons brein. Dat is heel ingewikkeld. Maar dat er iets speciaals aan de hand is met gezichten, dat weten we wel uit verschillende vormen van onderzoek en van verschillende soort illusies die je kan opwekken speciaal met gezichten. De volgende is een mooie, dat noemen we het Thatcher effect. Als u even kort hier naar kijkt, naar dit gezicht, en dan gaat hij daarna weer weg. Is iemand iets bijzonders opgevallen? Dat is iets heel opvallends. Verkeerd om. Hij staat op zijn kop. Dat was sowieso duidelijk. Maar als ik hem nu nog een keer laat zien. Als hij nog een keertje komt. En we draaien het gezicht om. Dat is wel sterk. De ogen en de mond zijn in feite omgedraaid. Dus ik wil het vanavond niet ingewikkelder maken dan moet. Maar dus als je het gezicht met de omgedraaide ogen en mond omdraait, staan in feite de ogen en de mond weer recht. Nou, wat nou zo bijzonder hieraan is, dat als ik hier naar kijk, dan zie je meteen, dit klopt niet. Mee eens, toch? Ja. Dit klopt niet. Als we hem nou weer omdraaien, ja, nu weet je het, maar dit lijkt op het eerste gezicht gewoon een normaal gezicht. Nou, we noemen dit het Thatcher effect. Niet dat Thatcher zo'n vreemd gezicht had, Margaret Thatcher, maar haar afbeelding is ooit als een van de eerste gebruikt om dit te demonstreren. En sindsdien heet dit, bij mensen die onderzoek doen naar gezichten, heet dit het Thatcher effect. En waar dit mee heeft te maken, is dat als wij een gezicht op zijn kop zien, dat zijn wij niet altijd gewend. Wij kijken niet naar gezichten op de kop. Dus op het moment dat wij naar dat plaatje kijken waar het gezicht op zijn kop staat, kijken wij naar de afzonderlijke eigenschappen. De neus, de oren, de ogen. En daar valt op zich niks bijzonders aan op. Dat proces waar ik het over had, dat we top-down, dat we het als geheel gaan zien. Dat we het gezicht holistisch gaan benaderen. Als geheel, hoe alles ten opzichte van elkaar zit. Dat we het gaan herkennen, dat we echt een gezicht zien. Ja, dat doen we als hij rechtop staat. Want zo zijn we gewend naar gezichten te kijken. En dan valt ook meteen op, als dat speciale gezichtenapparaat zeg maar aan de slag gaat, dan valt ook meteen op, hé,
dit klopt helemaal niet. Zo verhoudt het zich niet tot elkaar. Dus zodra we het holistisch gaan verwerken, het gezicht als geheel gaan verwerken, wat we vanzelf doen als we het gezicht rechtop zien, dan zien we in één keer dat het niet meer klopt. Dat is toch sterk, of niet? Nou, dit laat heel mooi zien dat wij ervaren een gezicht, of in dit geval een heel vreemd gezicht, maar we kijken in feite, kijken we naar dat gezicht met ons brein. Die maakt de constructie die we uiteindelijk ervaren. Een ander mooi voorbeeld is het volgende, dat heet het flashed face distortion effect. Dat is een hele mooie illusie en ik wil u vragen om naar het kruisje te kijken van deze gezichten en blijf op het kruisje focussen. En laat vervolgens de gezichten gewoon op je inwerken. Valt er iemand wat op? Gekke bekken, wordt hier gezegd. Ziet iedereen het? En het gekke is, als je dan opzij kijkt naar de gezichten, er is niks vreemds met de gezichten aan de hand. Nou, als je te ver weg zit op dit moment, dan moet je het thuis op het filmpje nog een keer nakijken. Maar er waren mensen die gekke bekken hebben gezien. Dat is toch een hele rare ervaring. Toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik, nou, ik geloof mijn eigen ogen niet. En je kan in feite je eigen ogen niet ook helemaal geloven. Want wat hier gebeurt, is jouw brein krijgt twee gezichten tegelijkertijd aangeboden. En we weten overigens als wetenschappers nog steeds niet precies waar deze visuele illusie vandaan komt. Maar je krijgt twee gezichten als die precies uitgelijnde ogen en zo op tegelijkertijd zo worden aangeboden. Dan worden op een of andere manier verschillen tussen die gezichten, afwijkingen in die gezichten, worden heel erg overdreven. En dat doen we, misschien doen we dat omdat we dat de herkenning van gezichten makkelijker maken. Omdat we dat zo heel erg overdrijven dan. We contrasteren dus heel erg het ene gezicht met het andere gezicht. Maar het laat ook zien, wat mij betreft, dat vind ik het mooie van deze illusie. Hoewel we dus nog niet precies weten wat dit effect nou verklaart. Maar dat er iets bijzonders met die gezichten aan de hand is. Dat we om gezichten te herkennen, moet ons brein van alles doen. En natuurlijk, onze gezichten lijken heel erg op elkaar als mensen onderling. En we moeten die verschillen ook ergens zien te overdrijven. Om het te kunnen interpreteren. Om er een geheel van te maken. En nogmaals, ik zei het net ook al, mensen met prosopagnosia, die dus geen gezichten kunnen herkennen, ja, daar zie je dat soort systemen in het brein dus beschadigd zijn. Dat is ook weer een indicatie dat er iets bijzonders aan de hand is met dat herkennen van gezichten. En vanuit evolutionair perspectief vind ik het helemaal niet zo gek dat er iets bijzonders aan de hand is met het herkennen van gezichten. Want nogmaals, ze zijn zo belangrijk voor ons. Nou, nog één laatste gezichtenfenomeen in dit college. Zullen we nog eentje doen? Ook een heel interessant effect, zeker voor iemand geïnteresseerd in stereotypen en vooroordelen zoals ik, en dat is ook heel herkenbaar, is het blijkt uit heel veel onderzoek dat wij beter gezichten van elkaar kunnen onderscheiden. Gezichten kunnen herkennen van mensen van ons eigen ras dan van mensen van het andere ras. En het is niet zo, geachte witte aanwezigen, dat alle witte mensen heel erg van elkaar verschillen en alle Aziatische mensen heel erg op elkaar lijken. Nee, voor Aziatische mensen lijken alle witte mensen heel erg op elkaar en verschillen de Aziatische mensen van elkaar enzovoort. We hebben we noemen dat het cross-race effect of het own-race effect. We herkennen verschillende mensen, we kunnen beter gezichten van elkaar onderscheiden binnen ons eigen ras dan als we kijken naar verschillen, naar gezichten bij andere rassen. Dat is ook heel boeiend. Dat effect gaat overigens, dat effect dat verdwijnt, of dat wordt kleiner, naarmate je langer in een andere cultuur bent. Als je veel andere soorten gezichten kent. Als je die gezichten leert kennen, dan blijkt het te veranderen. En er worden ook wel twee verklaringen gegeven voor dat effect. De ene verklaring is van, ja, je eigen groep is heel erg belangrijk voor jou. Dus die mensen moet je van elkaar onderscheiden. En van de andere groep hoef je eigenlijk alleen maar te weten, oh, dat is de andere groep. Klaar. Dus zodra je die hebt gecategoriseerd als de andere groep, hoef je verder niet te kijken. Dat is verklaring 1. Verklaring 2, en die vind ik ook heel interessant, en daar wordt tegenwoordig steeds meer onderzoek naar gedaan, is ook, dat is eigenlijk een soort meer praktische verklaring. We letten gewoon op andere dingen. Bij Aziatische mensen als voorbeeld heeft het minder zin om heel erg op het haar te letten.
Want dat lijkt allemaal heel erg op elkaar. Terwijl het bij witte mensen veel meer nut heeft om naar verschillen in haar te kijken enzovoort. Het blijkt, heel interessant uit recent onderzoek, dat op het moment als je kijkt naar zwarte gezichten versus witte gezichten, dat witte mensen de neiging hebben om bij andere witte mensen naar de bovenste helft van het gezicht te kijken, om mensen van elkaar te onderscheiden. Terwijl als je naar een zwart gezicht kijkt, blijkt je beter de zwarte gezichten van elkaar te onderscheiden als je naar de onderste helft kijkt. Dus dat er gewoon dat de informatie op andere plekken zit. Nou, dat vind ik echt heel erg interessant. En dat is onderzoek wat op dit moment gebeurt. In het volgende college wil ik erbij stilstaan wat we dan eigenlijk zien als we in dat gezicht van die ander kijken. Dankjewel.